Je kent de rollensolder zonder staalkabels. Maar weet je hoe die is ontstaan? Begin van deze eeuw, 15, 20 jaar geleden, moest ieder theater van de arbeidsinspectie een nieuwe hijsinstallatie. Oude trekkerwand moest plaatsmaken voor een nieuwe, geautomatiseerde toneelhijsinstallatie. Toen zagen wij een kans. Alle theaters die trekkerwand moesten vervangen, dan konden we gelijk de problemen met die oude trekkerwanden oplossen. Het probleem was alleen, iedereen wilde eigenlijk alleen de handbediende trekker vervangen door een elektrische trekker. En verder niks. Maar wij wilden niet meer een trekkerveld met gaten erin. Of bakken, zoals technici zeiden. Maar gewoon iedere 20 centimeter een trek. En allemaal geschikt voor 500 kilo. En dat in iedere schouwburg. Dat zou het reizen met een voorstelling een stuk gemakkelijker maken door heel Nederland. En we wilden eigenlijk ook af van die staalkabels waar je over struikelde of waar je tegenaan liep op de rollenzolder. Was het nog niet eens zo eenvoudig om alle theaters daarvan te overtuigen. Op enig moment waren we aan het werk voor Stad Schouwburg Nijmegen. En toen zagen we dat we daar echt iets nieuws moesten verzinnen om van die rollenzolder een veilige en goede werkvloer te maken. Dus Louis Jansen samen met collega Erik Helden zit te schetsen hoe je dat zou kunnen oplossen. En toen ontstond het idee, als we die kabels nou eens onder de vloer laten lopen. Maar dan wel op zo'n manier dat je er goed bij kan voor onderhoud. En als je een takel of een punttrek gebruikt, dan moet je geen staalkabel van de decortrekker tegenkomen. Die vloer moet veilig zijn, maar ook veilig voelen voor iemand die daar regelmatig moet zijn. En zo ontstond, eigenlijk in één middag, het eerste ontwerp ter wereld voor een kabelvrije rollenzolder. Wij kunnen dat nu overal toepassen en inmiddels is het ontwerp overgenomen door heel veel collega's in binnen- en buitenland. Onze les was, en die passen we nog altijd toe, nooit te snel kopiëren wat je daarvoor gedaan hebt. Maar altijd kijken hoe het ook beter zou kunnen. En dan zie je heel vaak dat het oude zo slecht nog niet was. En daar is niks op tegen. Maar je ziet ook vaak dat er echt iets te verbeteren valt. Mooi toch?